Jij weet wat ik zeggen wil. Wat dan? Precies. Elke dag gaat overal. Iedereen op pad. Vast omlijnde plannen. Of geen idee van hoe of wat. Ergens liep wat samen. Je werd geboren en daarmee werd je tevens een of ander lot beschoren. Heb je het maar te ondergaan, moet je het verduren. Of valt er hier of daar misschien nog wat bij te sturen? Slechts hopen dat het een beetje naar mijn zin zal lopen. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Wat zal er met en om mij heen gebeuren? Zonder iets te snappen van het hoe en waarom, sla ik weer een bladzij van mijn kleurboek om. Waarvan de pagina's betekent, de plaatjes zijn getekend. Ik hoef ze alleen maar binnen de lijntjes in te kleuren. Of zal ik het mij uitgereikte boek aan stukken scheuren? Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Valt er aan de loop der dingen ooit te ontkomen? Of is dat ijdele hoop iets waarvan je slechts kunt dromen? Als alles precies gaat zoals het moet gebeuren, dan heeft het ook geen zin om ooit iets te betreuren. Als alles wat je doen kan is van het een in het ander raken, heb je er dan zelf nog wel wat mee te maken? Half kopje koffie graag. Nou ja, een heel kopje halve koffie. Een half kopje? Half vol? Mag ik even? Die? Ja? Die is van hier gisteren. Ah. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Zet ik ze wel zelf? Mijn onberaden stappen. Oorzaak en gevolg. Wie kan daaraan ontsnappen? Ergens loopt wat samen. Het moet gebeuren.
wat zal je daar dan verder nog over zeuren? Je hebt het maar te ondergaan, je moet het maar bezuren. Of valt er hier of daar misschien nog wat bij te sturen? Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Zal ik dit of dat of kan ik slechts hopen dat het een beetje naar mijn zin zal lopen? Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Wat zal er met en om mij heen gebeuren? Zonder iets te snappen van het hoe en waarom, sla ik weer een bladzij van mijn kleurboek om, waarvan de pagina's berekend, de plaatjes zijn geteerd. Aan stukken scheuren. Wat zal ik doen? 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 Er moet iets meer zijn. Iets niet naar de zin? Ja, nee. Probeer nou eens wat minder verheven te denken. En leg je neer bij de dingen. Welke dingen? Je hebt het nou wel over geluk en levensvervulling, maar je weet zelf niet eens wat je ermee bedoelt. Jij wel dan? Ik heb het daar niet over. En net zeg je dat gelukkig zijn niks anders is dan de... Hoe zei je ook alweer? Maatschappelijk functioneren, het hebben van sociale contacten. Nee, je zei gelukkig zijn is niks anders dan een beetje geld achter de hand hebben, seks op zijn tijd en af en toe een beetje avontuur tegen de sleur. Dat zei je. Nou ja, daar komt het grof gezegd op neer. Nou, voor mij is dat onvoldoende. Ik neem daar toevallig geen genoegen mee. Wat is dat nou? Volgens mij 75 cent. Koffie kost hier 1,50. Ja, maar ik heb de helft laten staan. Het kost me overigens geen enkele moeite hoor. Ruik jij? Oké, ik zeg oké. Ik zal je dit keer geloven, maar lieg nooit meer. Ik ben sterker vertellen. Diezelfde Tom heeft mij proberen op te zadelen met een zootje waardeloze opties. Ik denk, ik zal je krijgen. Dus wat doe je? 455 gulden? Ja. Moet een vergissing zijn. U heeft er een Margaux bij gedronken. U meent het. Was dat een Chateau Margaux? Maar dan wel aangelengd met een scheut Beaujolais primeur van vorig jaar. En meneer hier een Davidoff sigaar. Da- daarom. Waarom? Waarom? Echt lekker vind je het niet, hè? Moet ik u daarover soms verantwoording afleggen of zo? Wat zullen we nou godverdomme gaan krijgen? Ik bedoel, wat kan het nou voor eten geweest zijn voor die prijs? U heeft onder enige inmenging mijnerzijds uw keuze gemaakt. Het was overigens bepaald niet het goedkoopste op de kaart. Niettemin wil ik u, als u daar uitdrukkelijk prijs op stelt, daarvoor graag een hoger bedrag in rekening brengen. U zegt het maar. Ik hou niet van opa's die altijd nadrukkelijk daar een fooi hengelen. U. Ik. Dit. Dit. Geintje. Och, Jezus. Ik moet vanmiddag nog mijn nieuwe karretje ophalen. Toch maar weer een BMW'tje. 750 IL. Die vind ik een beetje lang uitgevallen. Ik heb graag ruimte om me heen. Goed, mijn heren, God zegene u. Maar reken er niet te vast op. Zo. Hé, hey, godverdomme, het is al 2 uur en ik heb nog niks verdiend vandaag. Hoppa. Toch weer net iets
iets te zwaar getafeld vanmiddag. Nog een glaasje van het een of ander? Om het af te leren. Toch knap duur. Voor zo'n eenvoudig mapje stof. Ja, maar het staat je toch gewoon heel erg te gek waanzinnig goed? Ja? Maar Jon, wees er nou gewoon blij mee. Je bent vanavond de ster van het feest. Hij wil niet scheiden van Patricia. Hé, ik moet nu echt gaan. Ik vond het heel gezellig, maar er wordt op me gewacht. Maar we zullen vanmiddag toch ook nog gezellig samen naar de... Sorry hoor, maar er is vandaag een assistente uitgevallen. Die heeft een heel fotostatief op de tenen gekregen. En ik moet nog zoveel regelen. Ik moet nog achter een compleet Jugendstil ameublement aan. En Jos moet de hele nacht doorwerken, want zijn kleuren dia's. En het is echt een hele belangrijke klant. Maar het wordt wel prachtig hoor. Krankzinnig duren. Helemaal een Russisch constructivistische stijl gelayout. Full color glossy catalogus, weet je wel? Misschien ga ik ook helemaal niet naar die stomme party. Ik bedoel, ik doe het voor Peter, maar als die... Ga er nou maar gewoon naartoe. Wie weet wat voor interessante types je daar nog tegenkomt. En dan laat je die Peter toch gewoon barsten. Nee, ik bedoel, als je niet leuk meer vindt. Nou... Niet zo zwaar op de hand, meid. Geniet van het leven, wat is om voordat je het weet. Nou, dag! Hey! Wat? Hey! Oh, hey, ha, bedankt. Hey, ja. Met wie kom je vanavond? Met je vrouw of met die Marion? Die zou ik nou wel eens een keer willen zien. Kijk, Patricia houdt dus niet van feestjes, dus... Hé, ja. Hey, maar reken erop dat er vanavond gefotografeerd gaat worden. En voordat je het weet, sta je met zo'n grietje in de krant. Zolang ze me maar niet komen fotograferen in mijn hotelkamer. Hé, Gerard, ik moet er vandoor. Tot vanavond. Hey, hallo daar. Ga je lekker. Doe dat in bed. Donder tot jullie bederven met Aitje. Aitje met opa. Kijk aan de andere kant op, oude visserik. Dan moet ik je van elkaar klemmen. Probeer het eens. Hé? Mag ik even kijken? Ah, die is van gisteren. Wat een papierwinkel. Zijn waardepapieren en niks aan, en niks mee. Ja, misschien ken je wel met mij, maar blijf link. Kredietkaarts, plastic money. Nou ja, reed het maar. Het zijn ze vandaag de dag meteen door naar al die winkels. Via de computer, wist jij dit? En mij dan maar gewoon eerlijk geld. Zo, kijk eens aan. Knap koffertje, dat wil. Splinternieuw, daar kan je nog wel wat voor maken. Hé,
Ik heb mijn hele leven op zee gezeten. Kapverdij, weet je wel. Centje gespaard. Op een gegeven moment ben ik aan de wal gebleven. Ja, je wordt toch een dagje ouder, nietwaar? Dan heb ik vrouw ook nog wat aan me. Werd je ziek. Al mijn geld opgegaan in al die ziekenhuizen. Dan hebben ze goed toch de pijp uitgegaan. Oh. En jij? Ik niet. En het lopen hier naartoe. Taxi nemen was er niet bij, want toevallig geen ene spie op zak. Ach ja, vertel eens. Vertel eens? Vertelt u het eens. Wat mag het zijn? Een koffietje? Oh, sorry, wat wil jij? Ik wil eigenlijk wel een witte martini zonder iets. Doet u mij maar whisky. Scotch of bourbon? Ja, is goed. Wilt u een scotch of prefereert u een bourbon? Oh, ah nee, scotch uiteraard, zeg. Wacht even. Jack Daniels. Dat drinkt Frank Sinatra ook. Wist jij dat ik vroeger... Dat is een bourbon. Oh, nou ja, dat... Straight. Is ook goed. Maar dan wel graag on the rocks. Dat is met ijsblokjes erin en een scheut sodawater erbij. Wacht even. Gewoon een lekker pilsje mag dat ook. Kennen we elkaar? Ik u niet, u mij misschien wel. Ik ben die beruchte inbreker en vrouwenverkrachter die vannacht uit de gevangenis is ontsnapt. Geen krant gezien vanochtend? Nee, man. Ik ben gewoon een van die vele ordinair geslaagde zakenmannen. Maar, Zal ik je vertellen? Ik ben met helemaal niks begonnen. Ik had nog geen dubbeltje om mee aan mijn kont te krabben. Oh. Omdat ik nou toevallig goed geboerd heb. Moet ik me daarom nou ineens een driedelig grijs hijsen? Van mij niet, maar... Ik logeer hier. Oh, nou. Kijk u eens. Ik laat het maar. Als ik me misschien even op jouw kamer mag schoonmaken en verkleden. Moment. Is de heer van de Eerbeent er? Kamer 417. Die is er bij mijn weten momenteel niet. Goed zo. Ik bedoel, komt hij gauw weer? Dat kan ik u niet zeggen. Ook niet als ik u zeg dat ik zijn zoon ben. Barbizon Hotel, goedemiddag. Nou, nee, niet bij mij, want ik sta hier net. Dat spijt me heel erg voor u, maar... Wacht, ik geef u even aan uw zoon. Dat moest een verrassing blijven. Maar... Excuse me. Could you tell me where the hairdresser is, please? I'll be glad to do so, madam. Mijn zoon? Let nu even op, man. Nou, ik ben mijn koffertje met mijn hele hebben en houden kwijt. Dat heb ik natuurlijk gewoon in mijn auto laten liggen. Grote god, 3 uur. Oh, nee. Nee.
is er? Nee, niks. Kan ik je ergens mee helpen? Hallo? Hallo? Ik ben het, weet je wel. Doe even open. Ja, sorry, de deur was even dichtgevallen. Ik wou even... Nou, sorry. Nou, daar zit ik niet zo mee, hoor. Voor mijn part doe je alles. Ik bedoel, doe of je thuis bent. Kijkt u eens. Marion. Marion Schaafsma. Marion Schaafsma. Bob. Bob koedode. Maar ik doe nog geen vlieg kwaad. Maar wel koeien. Ik doe koeien kwaad? Ja, nee. Niet omdat je nou toevallig koedoder heet. We doen er allemaal aan mee. Maar stel nou eens dat ik vegetariër ben. Ook? Je bent zakenman. Ja. Je doet zaken met andere zakenmannen. Jullie verdienen aan elkaar. Dan kan je zelf wel de vegetarische beginselen zijn toegedaan. Ondertussen zit die ander van het aan jou verdiende geld grote biefstukken te eten. Ben jij vegetarisch of zo? Nou, min of meer. Maar ik koop wel leren schoenen. Ja, ik loop er ook nog op. Dan zie jij soms een mogelijkheid om die toe te passen bij de bereiding van een maaltijd? Dat is toch om gek van te worden. Omdat we
bedenken dat je nog mee financiert aan die automobilisten pestclub ook. Nou. Taxi! Nou, natuurlijk geen taxi te beginnen. Taxi! Dus dat mensen in, laten we zeggen, Sri Lanka, omdat ze het ergens niet over eens zijn, elkaar vermoorden, dat wou je ook mij in mijn schoenen schuiven? Dat wij hier in luxe leven en kunnen doen wat we willen, is mede te danken aan het feit dat ze aan de andere kant van de aardbol de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Of zelfs helemaal niks te eten hebben. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Nou ja, ik bedoel... Het heeft er eenmaal allemaal met elkaar te maken. Ook vroeger en nu en de toekomst. Onze voorouders... Ja, ze proberen de Jezus-aanhangers je ook wijs te maken dat wij je anoniem mee gebaat zouden zijn. Dat hij zich 2000 jaar geleden aan een eindhout liet spijkeren. Als Paulus zich niet zo zou hebben uitgesloofd om dat overal rond te bezuinen, hadden we er zelfs nooit van geweten. Ik zie het verband niet. Maar op zichzelf hoeft dat nog niet iets te betekenen. Want het verband kan er best zijn, ook al zie je het niet. Waar wil je nou naartoe? Ik had niet een echt plan voor vanmiddag. Nee, dat bedoel ik niet. Ik wil je niet weg hebben of zo, maar waar hebben we het eigenlijk over? Ik wou alleen maar zeggen dat het blote feit dat je er bent, dat je bestaat, dat men bestaat, dat heeft altijd consequenties voor iemand anders. Daar kan niemand onderuit. Ja, of je moet je totaal koest houden en geen vin verroeren. Ook dat blijft niet zonder gevolgen. Jezelf van kant maken dan. Zit je in ieder geval zelf nergens meer mee? Wat dacht je daarvan? Nooit geboren worden. Dat is de enige manier dat ze nooit kunnen zeggen dat je er iets mee te maken hebt of hebt gehad. Slechts hen die onverwekt bleven treft geen blaam. Nee. Als je er niet bent, kun je ook nergens meer getroffen worden. En kunnen wij het helpen dat we er zijn? Ik heb mezelf op een gegeven moment ook maar ergens aangetroffen. Weet je, volgens mij is wat je bent je enige bestaansmogelijkheid. Denk je ook niet? We zijn nu eenmaal... er. Daar zullen we mee moeten leren leven. Ja. Wat zijn we het eens? Oh. Ja. Kus me. Wat? Oh ja. Wie is die bruine jurk? Bruine jurk? In de kast. Is er een bruine jurk in de kast? Van wie is die? Nou, niet van mij. Wat ga je nou doen? Verdomd. Ik heb zeker iemand laten hangen. Maakt het toch wel uit. Bob! Moment. Goedemiddag. Alles goed? Aha. Nou, lekker toch? Jij bof mij. Ja, maar ik ken haar helemaal niet. Ik bedoel, is dat ooit een bezwaar geweest? Zeg ik dat? En je weet al hoe ze heet. Dat is al heel wat, nietwaar? Maakt het toch een stuk persoonlijker. Marion. Oh, Marion. Klinkt goed. Het lijkt wel gek.
ben ik in godsnaam mee bezig? Hij denkt natuurlijk, hoe krijg ik dat geschifte mens van mijn kamer? Ja, maar ik vind het, geloof ik, echt leuk. Of mooi even meegenomen. Ze wil helemaal niet met me naar bed. Ze vindt me wel leuk, maar denkt, wil jij niet dan? Jawel. Klinkt niet erg enthousiast. Nou, kom op. Geen gelul. Drop af. Zeg dat wel. Luister, ik heb vandaag nagedacht over mijn leven. Ons leven. Ik heb schoon genoeg van ons rijmontmoetetjes. Laat maar uitpraten. Het is afgelopen. Ik ga scheiden van Patricia. Ik verkoop het huis. Zal trouwens wel moeten ook naar vandaag. Wat vind je van deze suite? Heb ik niet voor niks genomen. Nee, dat zal wel wat kosten. Maar hoor nou eens even. Ja, mijn allerliefste schat, mijn engel, mijn redding, mijn alles. Wat ben je toch prachtig. Wat is er nou? Wil je niet? Ik bedoel, ik dacht, ja, je ligt hier toch niet zomaar in mijn favoriete onderjurk op bed op me te wachten. Heb jij gedronken? Heb jij dat allemaal opgedronken? Is hier iemand op bezoek geweest? Zo, mevrouwtje, hij doet het weer, hoor. U kan weer douchen, het water loopt weer, hoor. Ja. Aha! De loodgieter. Ziet u wel, hij doet het weer prima deluxe. De loodgieter. De loodgieter, hoe raadt u het zo? Klaart hier een klus in zijn blote pimmel. Nou kijk, u moet dat zo zien, dat bad dat was defect, dat heb ik gemaakt. Ik wou het alleen nog even dat checken. Is godverdomme mijn badjas. Ach. Dat is mijn badjas. Echt? Mijn badjas. Ja. Van Vindersloon had meneer gedacht met jou een wip te maken. Godverdamme, Peter! Wat kan je je af en toe toch misselijk uitdrukken? Ik vind dat wel passend bij de situatie. En waar heb jij mijn koffertje dan wel gevonden? Weet jij wel zeker dat je het niet hebt gejat? Wat is dat nou toch vertoond tegen je? Tegen iemand die ik in mijn zwinker, in mijn badjas en bij mijn vrienden Eldred. Doe niet zo bezitterig. Sorry. Het is mijn schuld. Ik bedoel, hij wist niet dat ik, dat jij, dat wij. Ik wou me alleen maar verkleden en dat heeft bij hem de indruk gewekt van, nou ja. Maar wat heeft hij hier te zoeken? Ik hou van haar. Mag ik even lachen? Gaat uw gang. Marion. Stel je niet uit. Ik ga het nog niet vertellen dat je wat in hem ziet. Ben je nog gek geworden? Ben gek geweest. Marion, stel je niet aan. You made your point. Ik heb je verwaarloosd, maar ik ga een heel nieuw leven beginnen. Je bent een gestudeerd meisje.
2 jaar sociologie, met moeite. Heb jij de lagere school wel afgemaakt? Plus 2 jaar ambachtsschool, met gemak. Jij bent eraan gewend altijd alles te krijgen wat je hartje maar begeert. Zo is dat. En daarna 4 de Leidse onderwijsinstellingen mijn gymnasiumdiploma behaald. Thans werkeloos. Precies, wat heeft hij je te bieden? Hier, alsjeblieft. Bedankt voor het brengen van het koffertje. En nou, opgetopt. En zojuist 2,5 ton gewonnen in de staatsloterij. 2 keer 0, 4 keer 8. Champagne voor kamer 417. Tja, laat mij dat voor je beleggen. De aandelen zijn op het ogenblik goedkoper dan ooit. Ik kan er zo voor je inpikken dat je nooit meer hoeft te werken. Godverdomme. Wat is er? Wat heb je? Ik heb mijn plastic tas met het winnende lot op het bankje in het park laten staan. Echt waar? Marion, nou is het. Belletjes, ik heb schoon genoeg voor de kletspraatjes van die fantast. Ook alles kennen, ouwe jongen. Zie je nou wel? Stom van je. Hij is er niet eens blij mee. Het was mijn lot. Ik heb 2,5 ton. Als ik het niet gevonden had en geïnterd had je helemaal niks gehad. Zo is dat. Hoe wist je dat ik hier zou zitten? Ik zag toch meteen dat jij zo sukkel was die het koffertje zou terugbrengen. En eerlijkheid moet beloond worden. Waar of niet? Wat jij. Zo. Dan zou ik wel eens even wat willen drinken nou. Zou jij me niet eens voorstellen aan iedereen? Hoe heet jij ook alweer? Hij me helaas niet. Leuk. Ik denk niet dat het gaat tussen ons, Peter. Ik weet het wel zeker. Hoi, Marion. Geloof ik. Wat is dit hier allemaal? Had je in de winkel laten liggen? Bestaat je echt een gek goed. Oh, dank je. Bob. God, jullie. Allemaal. Peter, van wie is die bruine jurk? Bruine jurk? Bruine jurk? Oeh, ja. ja, die had weet ik wie hier laten hangen. Hé, hey, vraag het maar aan haar. Heus, ik heb geen idee van wie die is. Echt niet. Die had ik aan ter gelegenheid van ons 12,5-jarig huwelijksfeest. Vorig jaar van jou gekregen. Nou, ga maar weer eens. Oh, ja. Kostbare champagne. Elke dag gaat overal. Iedereen om wat. Omlijnde plannen of geen idee van hoe of wat. Ergens liep wat samen. Je werd geboren en daarmee werd je teken. Een of ander lot beschoren. Heb je het maar te ondergaan. Moet je het verduren, of valt er hier of daar misschien nog wat bij? Wat zal ik doen? Zal ik dit of dat, of kan ik slechts hopen? Wat zal ik doen?
gebeuren. Zonder iets te snappen van het hoe en waarom, sla ik weer een bladzij van mijn kleurboek om, waarvan de pagina's berekend, plaatjes zijn getekend. Ik hoef ze alleen maar binnen de lijntjes in te kleuren. Of zal ik het mij uitgerekte boek